Welkom terug bij mijn FIFA 17 Super League Remote. We hebben vandaag drie wedstrijden in de Super League, of in de Premier League, hoe je het wil noemen. We beginnen daarin tegen Napoli, een ploeg waar we het traditioneel lastig tegen hebben. Zowel in FIFA 16 trouwens, als in FIFA 17. Ja, vooral natuurlijk de nederlaag in het eerste seizoen met 5-0 in de beker. Die is altijd in het geheugen gegrift. Als we tegen Napoli spelen, komt dat altijd weer een beetje naar boven. Maar hier hebben we Markovic, die de laatste wedstrijden goed in vorm is. Coutinho. Tweede paal. Royce probeert wel een hele mooie goal te maken. Dat lukt hier niet. Raakt hem wel mooi. Ook op zijn verkeerde been. Zo blijft het vooralsnog 0-0. Maar hij is in ieder geval de eerste kans voor ons. Hier Markovic. Goede uittrap was dat van Karius. Markovic komt goed naar binnen. En heeft dan een prima paas op Royce. Die perfect paas. Royce moet het afmaken en dat doet hij. Prima doelpunt zeg. Uitstekende aanval. Markovic met een geweldige paas, dat moet gezegd worden. En Royce die dit heel keurig afmaakt. Scoort daarmee zijn derde goal van het seizoen. In ieder geval in de Premier League. Maakte zijn tweede goal in de vorige wedstrijd vanaf 11 meter. En ja, uitstekend begin zou ik zeggen tegen Napoli, waar we het normaal gesproken dus vrij moeilijk tegen hebben. Ook volgens mij vorig seizoen verloren we van Napoli. Misschien wel twee keer. Ja, volgens mij verloren we twee keer van Napoli. En hier is de kans van Napoli. David Lopez. Met een grote kans. Kopbal gaat uiteindelijk wel een paar meter naast, maar ja, hij kwam daar toch wel erg gevaarlijk doorheen. Hier Rodriguez, Chan. Ruimte aan de rechterkant bij Markovic. Gaat de bal niet naartoe. Griezmann vindt Chan. Chan haalt uit. Oeh, dat gaat maar net over. Half uur gespeeld. Grote kans voor Emre Chan. Hartschot. Gaat maar net over. Prima bal. Ja, dus volgens mij hebben we de laatste drie wedstrijden en ook de enige drie wedstrijden tegen Napoli verloren. Waarvan de eerste dus met 5-0. Dus ja, we zijn wel gebrand om deze wedstrijd een keer te winnen. Zeker ook omdat we in de competitie nog wel aardig wat puntjes laten liggen. Zoals dus in de vorige wedstrijd tegen Gladbach, de nummer laatst. Speelden we gelijk. En hier is de volgende kans. Het is weer een afstandsschot. Ditmaal Sturridge. Die hem toch wel lekker raakt. Met links. Prima schot. Is uiteindelijk een afzwaaier. Dan in de tweede helft. Rodriguez. Vindt Sturridge. Krijgt hem. Vraag niet hoe. Bij Rodriguez. Die was doorgelopen. Die overigens trouwens zijn debuut maakte in die 5-0 nederlaag tegen Napoli. En ook toen was hij dichtbij zijn eerste goal. Of een goal. En hier was hij ook dichtbij. Griezmann komt naar binnen. En probeert het dan eigenlijk een beetje zoals Royce dat in de eerste helft deed. Gewoon rustig in de korte hoek af te maken. Maar schiet hem naast. Doet eigenlijk alles goed, maar het schot is net te scherp. En hield dus duidelijk niet goed genoeg in de gaten waar de goal precies is. Maar hier is Sturridge er vandoor, heeft meer snelheid. Sturridge, goede redding van de keeper. Ja, Napoli speelt een soort van all-out attack op dit moment. En dat is de knie van de keeper. Waardoor het hier 1-0 blijft. En dan komt daar nog Napoli. Ja, het is zo vaak fout gegaan tegen Napoli. Dus
We zijn er echt op gebrand om dat niet weer te laten gebeuren. Volgende uitbraak, Sturridge. Kijk eens even, 3 tegen 1. Sturridge! Oh! Griezmann! Nou, die heeft zijn vizier echt niet op scherp staan. En zo blijft het 1-0 door die vroege goal, maar mooie goal van Marco Reus. In ieder geval goed uitgespeeld. Maar ongelooflijk dat Griezmann van die twee kansen geen doelpunten maakte. We waren wel beter dan Napoli. Eigenlijk heeft Napoli niet eens echt veel, nou echt serieus kans gehad. Behalve die kopbal in de eerste helft. Dus dat is zeer positief. Zeker gezien het feit dus dat we de laatste 3 keer van Napoli hadden verloren. Maar we gaan naar de tweede wedstrijd. En dat is tegen Atletico Madrid. Een ploeg die altijd een beetje in de middenmoot bungelt. Nou ja, nu ook weer 14e staat. Wel een wedstrijd minder gespeeld dan veel andere ploegen. Dus zeg maar dat ze in de middenmoot staan. En niet altijd de moeilijkste wedstrijden tegen Atletico Madrid. Je zou toch verwachten dat het wat moeilijker zou zijn. Gezien hun verdedigende capaciteiten vooral. Maar meestal, tenminste, ik denk dat dit gebaseerd is op twee wedstrijden die we tegen Atletico hebben gespeeld. Meestal valt het toch wel mee. Hier de ploeg van Simeone met opvallend genoeg Danny Ings in de spits. Hij vorig seizoen gekocht van mijn team. Of is dat alweer 2 seizoenen geleden? Nee, volgens mij aan het begin van vorig seizoen. En hij werd meteen volgens mij bijna topscorer vorig seizoen. Dus dat doet hij best aardig daar bij Atletico Madrid. Hier mijn team met de bekende namen. We zien Markovic toch weer in plaats van Kingsley Coman. Maar Markovic doet het ook prima. Coman zit ook helemaal niet in de selectie. Zou die weer een blessure hebben? Het zou best wel eens kunnen. Maar Markovic is een prima vervanger. Doet het uitstekend de laatste tijd. Dat zag je ook weer in de vorige wedstrijd met een mooie assist. Dus ja, die kan je met een gerust hart opstellen op dit moment. Hier Sturridge, Coutinho. Sturridge, Can. Klein komt op. Is dit al 1-0 dan? Afvallende bal van Coutinho. Die raakt hem aardig. Maar de bal gaat net over. Daar in ieder geval de eerste kans van de wedstrijd. Goed schot van Coutinho. Hier Koke. En Can. Grijpt in, maar Koke heeft de bal nog. Damian. Het was helemaal geen Koke. Dit is Koke. Met een goede bal. Gaat net voorbij aan Zaza. Kranenwieter neemt op. Zaza. En een goed paasje daar. En dan is het Danny Ings die dichtbij is. Tegen zijn oude ploeg. Misschien iets te gehaast geschoten door Ings. Maar dat was toch wel een aardige kans. Hier Emre Can die de bal verovert. Sturridge. Coutinho. Coutinho, Coutinho en het is 1-0. Prachtige goal van Coutinho. Ja, hij probeert het vaak van afstand. En soms is hij succesvol. We hadden natuurlijk ook een prachtige goal tegen Spurs in de beker. Of nee, in de competitie was dat. En deze mag er ook zijn. Heerlijke uithaal in de kruising. En zo komen we op 1-0 hier in Madrid. Felipe Coutinho maakt zijn tweede goal pas van het seizoen. Nou ja, de eerste goal was dus ook een prachtig afstand doelpunt. Dus dat is wel opvallend. Hier wordt iemand gevloerd door De Vrij. De Vrij die al geel heeft. En die krijgt hij zijn tweede geel. En dus mag hij vertrekken. Ja, het zag er een beetje apart uit.
Even kijken of de herhaling wat... Ja, apart de tackle. Want het leek niet op de man bedoeld en het leek ook niet op de bal bedoeld. Maar de kans is in ieder geval wel voor Atletico Madrid uit die vrije trap. Kopbal belandt op de paal. Zaza. We spelen natuurlijk eigenlijk de hele tweede helft met een man minder. Rodriguez, als die dan ook dit soort dingen gaat doen, dan komen we nergens. En Saúl heeft een geweldige bal gedrollen. Maar schuift hem uiteindelijk naast. Dan hebben we ook nog een blessure bij Markovic op dit moment. En zo lijkt het allemaal toch wat minder... nog minder mooi te zijn, de wereld. Maar dit is diep in de tweede... Nee, diep in de tweede helft. Het is de blessuretijd van de wedstrijd. Nog één kans voor Atletico Madrid. De hele tweede helft zijn we goed aan het verdedigen. Houden we Atletico van ons af. Natuurlijk met een man minder. Maar dan in de... ik denk dat dit de 94ste minuut is. Een afstandsknal van Saúl. En die valt binnenkant paal. Wat een goal. Dat moet gezegd worden. Maar oi oi oi. De hele tweede helft. Geen enkele kans. Geen enkele hoogtepunt. En dat betekent dus dat we het goed doen. Want we stonden 1-0 voor. Met een man minder. Maar dan ineens een uithaal van Saúl. Natuurlijk, wij scoorden ook met een doelpunt van afstand. En zo eindigt het hier gewoon 1-1. Wat een bijzonder laatste moment. En zo laten we weer punten liggen. Ja, we hebben allebei één schot op doel. Nou ja, laat dat nou ook net de goal zijn. Alhoewel Atletico natuurlijk ook die andere bal op de paal had. Ja, we speelden met één spits. We kregen geen kansen, maar we gaven ook niks weg. En dat liep eigenlijk best aardig. Maar het was toch niet genoeg uiteindelijk. Dan gaan we naar de laatste wedstrijd. Het is opnieuw een wedstrijd in de Premier League. We liggen natuurlijk uit de EFL Cup. Dus vandaar dat er geen bekerwedstrijden zijn op het moment. Die komen pas weer in januari. Dat is misschien al de volgende aflevering. Maar in ieder geval op dit moment een wedstrijd tegen Sporting in de competitie. Ja, tot nu toe gaat het niet fantastisch tegen... ik wil zeggen Portugese teams. We hebben in ieder geval verloren van FC Porto. De eerste wedstrijd van het seizoen was dat. Ook dat was op Anfield. Waar we toch echt veel punten laten liggen dit seizoen. Maar volgens mij zit Benfica er niet meer in. Dus dan baseer ik mijn theorie dat we het slecht doen tegen Portugese clubs op één resultaat. Dat lijkt me ook niet echt de bedoeling. Maar hier, Coman. Vandaag wel weer in de basis. Royce. Can. Coutinho. Royce. En die bal valt voor Sturridge. Sturridge, het is een goal. We komen op 1-0. Een beetje mazzel. 25e minuut. En Sturridge is zo ontzettend blij dat hij helemaal naar de keeper rent. Maar even dat hakje ook van Griezmann. Die eigenlijk de bal bijna niet aanraakt. Het is natuurlijk een mazzel goal. Want volgens mij is dat Bruno Perez die de bal nog op zijn hak krijgt. Volgens mij. Of in ieder geval de binnenkant van zijn schoen. Daardoor belandt de bal achter de doelman. Sturridge scoort pas zijn tweede goal van het seizoen. Ook vorig seizoen niet zo heel veel gescoord. Maar we komen dus wel op 1-0. Hier Ruiz. Met de kans voor Sporting. Na bijna een half uur spelen. Goeie redding. De vingertoppen daarvan. Karius. Corner komt. Voor Sporting, maar dat laten we niet zien. We zitten inmiddels aan het begin van de tweede helft als Coutinho hier de bal heeft. Coutinho.
Sturridge. Sturridge. Terug naar Chan. Coman. Lange aanval. Coman. Coman probeert het mooi. Maar doorzien door Rui Patricio. Maar die heeft ook wel respect voor de poging van Coman. Als je naar zijn reactie kijkt. Ja, het is verrassend. Maar natuurlijk staat daar gewoon de keeper in het doel. En die moet die bal gewoon hebben. En dat gebeurt ook. Dit een paar minuten later. Royce is voorbij zijn verdediger. Royce. En dit is wel weer een uitstekende redding van Rui Patricio. Natuurlijk ook de eerste keeper van het Portugese nationale team. Dus een uitstekende keeper. En dat laat hij hier zien. Vrij trap van Ruiz. Wordt weggekopt. En dan de uitbraak met hier Sturridge. Die stuurt Griezmann weg. 63ste minuut. Griezmann. Komt naar binnen. Dat is een beetje een kansloos schot. Rodriguez. Rodriguez met een hele geplaatste bal met zijn verkeerde been. Maar weer een fantastische redding van Rui Patricio. Was wel een hele mooie goal geweest trouwens. Maar het blijft dus vooralsnog bij 1-0. En dan is deze bal best aardig. Wordt hij half weggewerkt. Is daar Zegelaar nog. En is het Ruiz die vrij kan binnenschieten. Stond ineens in een vrije ruimte nadat Zegelaar dat duel won. En schiet hem langs Karius. Ja, Roy staat daar op afstand te dekken. Hetzelfde geldt voor Rodriguez. En zo staat het 1-1 en gaan we. Daar lijkt het misschien op. Er is nog wel even te spelen, nog ruim 20 minuten. Maar lijkt het er toch weer op dat we punten gaan verliezen. Coman. Sturridge. Coutinho. Sturridge. Chan. Griezmann. Sturridge. Ja. En ja. Het is 2-1. Het is weer Daniel Sturridge. Het is ook weer met wat mazzel. Maar het is wel 2-1. Kijk even hoe die hier langs komt. De tackle, ja, gewoon helemaal mis. Is dat weer dezelfde man als in de eerste helft? Dan is het Semedo. Ik dacht eerst dat het iemand anders was. Maar ja, dan heeft Semedo wel een hele slechte dag, zeg. Twee keer gescoord. Sturridge door, nou ja, in ieder geval een ongelukkig moment van die verdediger. En hier Coutinho, die er niet langs komt. Slimani, João Mario, Palinha. Dat is een goede bal op. Oh, dit gaat fout. Karius heeft hem. En zo loopt dat goed af. Maar wat een kans nog. Het is nog niet helemaal voorbij. Scalotto verovert hier de bal. Labiat houdt PSV'er. En daar is Ruiz weer. En die scoort weer. Het is 2-2. Die Ruiz is niet te stoppen. Als hij een klein gaatje vindt, dan zal de bal daar ook komen. En zo scoort hij zijn tweede goal van vandaag. Het is een prachtige goal natuurlijk. Oh, onderkant lat. Ja, Karius is hier eigenlijk gewoon kansloos op. Deze bal is perfect. Echt perfect in de kruising. En ja, hier valt echt niks aan te doen. Natuurlijk, hij had de vrijheid. Maar ja, om dan zo uit te halen. Dat is toch wel vrij knap. Maar het is nog altijd niet voorbij. 5 minuten te gaan. De vorige keer scoorden we ook direct vanaf de aftrap. Maar nu verliezen we de bal. En is daar weer Ruiz. Ja, daar zijn we vrij bang voor op dit moment. En hij is al 3 man voorbij. En dan weer het schot en hij scoort weer. Hoe is het mogelijk? Ruiz scoort weer. 3-2. Voor Sporting.
Ja. Wat de hel. Sporting lijkt hier te gaan winnen. Net zoals Porto dus. Dus dan inderdaad toch die problemen tegen Portugese clubs. Maar ik denk niet dat we problemen hebben tegen Sporting Lissabon. We hebben alleen problemen tegen Ruiz. Dit is amper een kans. Maar hij valt er wel gewoon binnen. Wat een goal. Natuurlijk, vorig seizoen verloren we ook bij Benfica. En misschien ook wel bij Sporting. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat kan ik heel even snel opzoeken. Als er niet nog wat gebeurt. Er gebeurt wel wat, want hier is Sturridge. Sturridge recht tegen de keeper. En is het dan voorbij? Nog niet. Er komt nog een kans. Coutinho. Sturridge. Can. Coman. Oh, Sturridge heeft ruimte. Maar daar gaat de bal niet naartoe. En dan is het een uitbraak. Is het weer Ruiz. Maakt hij ook nog een vierde. Oh, hij gaat naast. Is dat weer Semedo dan? Hij heeft wel dat staartje. Maar dit is de absolute geluksvogel van vandaag. 3 goals voor Ruiz. En ik ben dus even aan het kijken. We wonnen vorig seizoen 2 keer eigenlijk vrij makkelijk van Sporting. En van Porto wonnen we ook en speelden we een keer gelijk. Dus oké. Het valt misschien nog mee, maar het zou wel kunnen dat we de laatste 3 wedstrijden tegen Portugese tegenstanders hebben verloren. En in dat geval lijkt er toch wel wat sprake te zijn van een probleem. En dat is inderdaad het geval. We hebben de laatste 3 wedstrijden tegen Portugese tegenstanders verloren. Dus, oké. Maar ja, hopelijk gaat het de volgende aflevering verder. Want op dit moment zijn we niet echt bepaald op kampioenskoers. Maar in ieder geval, voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.